Zo, hier is de tramhalte Zwijndrecht-Dorp. Dus dat is op de, die aansluiting heeft op de huidige tramlijn. Die gaat dan zo door Burg richting station. Door Zwijndrecht naar station Zwijndrecht, op de lijn Gent-Antwerpen. Gaat verder naar de Willem Elschotlaan aan de snelweg. Wat mij betreft komt daar ook een transferium bij de Carrefour. Waar mensen over kunnen stappen op het openbaar vervoer, op de sneltram. De Pastoor Koplaan, in Burgt zijn we nu aangekomen. Dan de historische kern, de Dorpsstraat, en dan gaan we naar de rivier, naar de Schelde. Tramhalte de Kaaiplein. Dan krijgen we dat altijd geweldige Neuzenbergbos aan de Schelde. En dan hebben we daar in de verte al de John JFK Kennedy tunnel, de voetgangers-fietsers tunnel naar Antwerpen, naar het stadion, naar de rechteroever. We gaan door, dan hebben we de Galgenwil, de plas, de zeilvereniging, roeivereniging, mooie recreatieplas. Daar zie je ook de tramhalte, de Galgenwil. Prachtig om daar elke ochtend, elke middag naar en voor het werk van huis naar werk te gaan en vice versa. Een mooi forense stukje. Dan komen we op de Van Ede metro. Aan de andere kant van de voetgangers een fietsers-tunnel, /trambaan metro. Dan gaan we over de Gloriantlaan met een halt, ook op de Gloriantlaan, daar waar de konijnentunnel is. De N49. We gaan door naar de Sint-Annebos aan het eind van de Gloriantlaan voordat we de nieuwe brug opgaan. Rechts van de Sint-Annebos heb je natuurlijk het Sint-Anne-Strand. Prachtig om daar dan de rivier over te gaan met de brug, de fietsers, voetgangers, auto's, maar ook de tram gaat er overheen. Daar zien we de Oosterweelsteenweg aan met de kasteelbrug en daar gaan we naar rechts en gaan we met een stop nog op het Noordkasteel. Dan gaan we zo richting het havenhuis van Antwerpen van de geweldige, van de bekende Chinese architect, even de naam kwijt. Gaan we door, komen we eigenlijk zo vlakbij de voormalige, daar vliegen we nu overheen, voormalige droogdokken. En dan gaan we hier de brug over naar de AVS verhuur en de Kinopolis en de autoverkoop daar tegenover de bioscopen. Om dan nog bij station Luchtbal te eindigen. Nou, dit is de lijn die ik voor ogen heb om Antwerpen linkeroever en Antwerpen rechteroever met elkaar te verbinden.